keus. Die is zojuist bekend geworden. Zodra de dekens eraf gaan, kan iedereen dat zien. Formule 1 heeft een systeem ervoor dat ze dat sowieso kunnen laten zien. Maar ze heeft dat nog niet bekend van tevoren. Max Verstappen op de teambaas van Ferrari. De pitch bij Red Bull, Christian Horner. Iedereen zoekt zijn plek. Nick de Vries, we hebben net de gast gehad. Naast Toto Wolff bij Mercedes. Dat zijn toch de drie teams waar het hier om gaat. Maar misschien dat er een verrassing is. Dat er een verrassing in de lucht hangt. Je weet het nooit. Het blijft een mechanische sport. Daar gaan vijf rode lampen uit aan. En als ze zo meteen uitgaan, dan is de race gestart. Verstappen rechts, Leclerc links. En dan samen richting Tarzanbocht. En Verstappen die snijdt meteen die bocht aan voor Leclerc. Sainz zit erachter. Een Mercedes aan de binnenkant. En meteen een tikje ook. Dat is de wagen van Hamilton. En Sainz die raken elkaar. Prachtig, door de Gerlachbocht. En nu naar die kombocht, naar de Huguenotsbocht, waar een andere lijn mogelijk is. Bovenlangs twee, drie auto's naast elkaar. Prachtig om te zien. En dan hier dat snelle gedeelte, dat duine gedeelte, richting schijfvlak. Voorlopig lijkt iedereen goed door die eerste bochtencombinaties gekomen te zijn. De een wat beter weg dan de ander. Verstappen heel goed weg. Leclerc erachter, dan Sainz, dan Hamilton, dan Perez, dan Norris. Dat is de volgorde op dit moment. En dan gaat het richting Hans Ernst bocht en ook richting Arena, waar zoveel sfeer hangt, waar zoveel toeschouwers dicht op de baan zitten, waar de toejuichingen tot in de cabines van de auto te horen zijn. 20 auto's. Ja, het is een hazenpadje als je het zo ziet, zoals ze rijden hier over de heuvel heen. De ene laatste bocht door. Het is werkelijk zoeken naar een plek naast elkaar. Schitterend om te zien die Alfa Romeo die daar buitenom komt. Het kan op sommige punten van het circuit van Zandvoort kan het. En daar komt. Yeah.
Thank you.